Well, thank you so much for joining us today. We love you. Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power. En dat is juist de kracht van mijn geloof. God will do incredible things in your life. Welkom bij Hour of Power op deze mooie zondag in november. En iedereen die kijkt, van harte welkom. Ik weet niet hoe je kijkt, of je nog de slaap uit je ogen wrijft, of dat je zegt, ik ga zo naar de kerk en kijk naar Hour of Power. We hebben heel veel verschillende soorten kijkers, jongeren en ouderen, en dat vinden we echt fantastisch. Daniel Vaskou is een bijzondere spreker, dat zul je zo meteen zien als hij gaat spreken. En hij neemt dan de plaats in van Bobby Schuller. Maar hij heeft een prachtige preek over dat een blij leven ook een gezegend leven is. En dan missen we een vertrouwde dirigente in Shepherd's Grove. Sarah Canpree is nu de dirigente van het koor, want Irene is op vakantie. En de toekomstige minister-president van Nederland zit hier bij mij aan tafel. Hij was ooit de jongste voorzitter van een politieke partij, de jongste raadslid van Nederland. En hij heeft ambitie om minister-president te worden. Tom de Nooyer. Kijk, goedemorgen Jan. Bedankt dat ik hier mag zijn. De ambities reiken wel heel ver vanmorgen, maar je geeft een mooie startschot, denk ik. Ja. Ja. Zou je het willen? Nou, ik kan wel zeggen nee en ik ben heel bescheiden. Maar ik denk dat je dan wel op een hele mooie plek zit om wat voor Nederland te kunnen betekenen. Juist vanuit je eigen overtuiging. Dus laat ik eens een keer ja zeggen. Als ik die kans zou hebben, zou ik hem aangrijpen. Ik weet dat Mark Rutte ook af en toe kijkt naar Hour of Power, maar ik ga hem niet bellen. Je hebt nog een politieke carrière te gaan, maar laten we het hopen. Want daar gaan we met jou over praten, hoe je als christen in de politiek staat. Heel bijzonder, je bent SGP'er. Die worden vaak door heel veel mensen als een zeer conservatieve partij gezien, waar niks kan en niks mag. Maar je gaat een heel ander beeld geven. En hartelijk welkom. Dank je wel. En dat voor iedere kijker. Welkom bij Hour of Power. En wij gaan naar Shepherd's Grove. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. And welcome, visitors and church family. We are just so happy to have you here. You know, a small grain of faith can start a miracle in your life today. Seek God with all your heart. You are loved. We're so glad you're joining us today, and we're also so honored to have Daniel Vaskou in the house giving the message. So welcome, Daniel. We're so glad you're in the house. Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much for all that you've done in our lives, and we pray in Jesus' name that we would end this service encouraged, uplifted. We thank you that you've sent Daniel to us today to give us a good word, and we pray in Jesus' name we'll receive it. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I. Good morning, family. Today, I dedicate this song to anyone who may not know or may have forgotten that God loves you. I've been trying to figure out what it means to be human, flesh and bone, the spirit and the soul. If I cannot earn your love by trying to measure up, why do I think I'd lose it in the Lord? Then somehow you see through my heart and welcome me with open arms, just as I am. In the good and the bad, God, you still understand, and you never stop loving me, just as I am, with the heart of the Father and grace like no other. Stop loving me just as I am.
wandering, always knowing what I need. With a gentle hand, you show me where to go. Now there hasn't been a moment you weren't calling out to me. In preparation for the message, Psalm 144:13. Our barns will be filled with every kind of provision. Our sheep will increase by thousands, by tens of thousands in our fields. Our oxen will draw heavy loads. There will be no breaching of walls, no going into captivity, no cry of distress in our streets. Blessed is the people of whom this is true. Blessed is the people whose God is the Lord. Amen.
was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met you. I was breathing, but not alive. Yes, I was. All my failures I tried to hide. Oh, it was my tomb till I met you. Als je aan een hardcore Ajax of Feyenoord fan vraagt, ja, waar besta jij voor? Dan zeggen ze voor mijn clubpie. En toch is het niet vergelijkbaar. Ja, dat vind jij. Ja. Betekent dus dat de rechten voor jou iets anders zijn dan voor mij? Als het dus gaat om... Is het niet zo? Dat is een beetje ook het punt waar ik nu naartoe wil. Religie is niet even een hobby of iets wat je erbij hebt. En vind jij? Wat jij nu neerlegt als iets absoluut, dat is voor jou. Dat is voor mij al niet. Nee, dat is... Jawel, nee, jongens, maar jij hebt dezelfde rechten als ik. Als hij dat zou kan neerleggen, heeft hij ook gewoon het recht om samen te komen. Ik zou het vorm moeten geven zoals jij of zoals een... Nee, dat hoeft moslim niet. Of zoals een dat is helemaal niet de eis. Alleen de eis is wel dat je het niet op een soort satirische, juridische manier doet. Ja, maar stel dat ik daarbij floreer. Ik snap ook oprecht het probleem niet. Omdat, kijk, als jij iets kunt presenteren van, joh, dit is voor mij heel belangrijk en dat voldoet ook aan die eisen die subjectief zijn, maar jij kunt dat aantonen en dat is ook voor jou echt serieus, nou dan... Ga dat maar aantonen. En dan gelden die rechten ook gewoon voor jou. Die gelden voor iedereen. En blijkbaar niet. Gaan er verantwoordelijk mee blijkbaar, om. Dat kan en het, niet en het levert geen besmettingen op in grote mate. 0,4% RIVM 15 december. Dan denk ik van, wat is het probleem? Of het gaat mij erom dat als een bioscoop dicht moet, waarom een kerk niet? Ja, nee, kom op, een bioscoop, man. Waar heb je het nou over? Je hebt het over iets wat totaal... Het is toch van een geheel andere orde. Ik heb genoten van dat gekrakeel met Tim Hofman. Want ja, dat is natuurlijk iemand die gelouterd is op televisie. En dan zit jij... Hoe jong ben je? Ik ben 21. Kijk, maar je gaf geen krimp, hè, bij Tim? Nee, en het is wel de bedoeling dat je goed voorbereidt, dat je dan niet helemaal in een kramp schiet of zo, of een blackout krijgt, omdat je zulke verre verwijten krijgt, omdat je eigenlijk christen bent, een bepaalde overtuiging hebt. Dus ik heb me goed voorbereid en je hebt ook, mensen die de goede argumenten, dan mag je er ook staan en mag je hem ook van repliek dienen. En ook tegelijkertijd misschien wel
iets door laten schemeren van waarom je er zo fundamenteel in zit. En waarom je christen bent en die overtuiging hebt. En wat je dat brengt en wat het ook een samenleving brengt. Wat zei je nou eigenlijk na afloop naar jou? Want dan heb je vaak de mooiste gesprekken. Als de camera's zwijgen, dan komen de gesprekken. Ja, in de uitzending ging het er eigenlijk over van ja, ik ben eigenlijk best wel jaloers omdat je zo'n diepe overtuiging mag hebben. En na de uitzending spraken we daar even over door. En hij gaf eigenlijk aan, ja, die overtuiging die mis ik. En daar zat ook wel iets in het gesprek wat we toen hadden, dat hij dat ook echt miste. Dat hij het jammer vond dat hij die overtuiging miste. En dat snap ik wel, want als je, ik denk altijd, als je geen geloof hebt, ja, dan is het, alles is het hier en nu. Dan moet het hier op aarde te vinden zijn. Wij als christenen geloven dat niet. We geloven dat het juist hier op aarde niet is en dat we mogen uitkijken naar alles wat gaat komen, naar de eeuwigheid, om dan met God te zijn. En ja, daar heb ik hem na de uitzending iets van willen meegeven, of in ieder geval willen vertellen hoe ik daarover dacht. En het is niet dat hij gelijk van, oh tuurlijk, want hij, tuurlijk, hij kende het verhaal wel. Maar ik hoop dat ik hem toch ergens heb kunnen triggeren van, joh, ook nu nog mag je het gewoon aannemen. Ja. Maar weet je wat ik het leuke van jou vind? Je bent nog een jong broekie, maar ik hoor je regelmatig bij BNR of de radio of zie je op televisieprogramma's. Tegelijkertijd ben je een SGP'er waar televisie toch nog een beetje uit de boze is. Kastje van de duivel. Ja, dat klopt. Enerzijds wel. Dat was vooral ook vroeger, hè, dat SGP heel erg terughoudend in de media was. Maar als je nu kijkt naar Kees van der Staaij, zie je hem vaak genoeg bij Opeen, Jinek, al dat soort programma's verschijnen. En ja, ik denk nog steeds dat er best wel een gevaar zit in alles wat we in de media, via televisie, maar ook Netflix meekrijgen. Maar tegelijkertijd, nou ja, ik zit hier vandaag ook niet voor niets, is het ook weer een mooie kans om je boodschap te brengen. Of het nou politiek of geloof is. Dus ik wil die mogelijkheden ook wel benutten om juist, zeker als het gaat om SGP'ers, een klein deel van de Nederlandse bevolking. Heel veel mensen komen helemaal niet in aanraking met SGP'ers. Zeker niet als je in Amsterdam woont. En toch, als die s'avonds naar televisie krijgen, zien ze dan misschien Kees van der Staaij of mij of iemand anders zitten. Ja, en dat is dus de meerwaarde volgens mij die het heeft, dat je ook die mensen kunt bereiken. Ja, een van de mooie dingen van Kees van der Staaij, die hier ook een aantal keer te gast is geweest, fractievoorzitter van de SGP, was dat epische moment met de verloren zoon in de Tweede Kamer. Ja. Wat ging er toen door je heen toen je dat zag? Nou, dat is voor mij wel echt de kern van christelijke politiek. Waar politiek vaak gaat over moties, wetsvoorstellen, hele technische details waar je soms ook wel echt helemaal in kunt verzanden, vind ik dat mooi. Op zo'n cruciaal moment tijdens de algemene beschouwingen iets door laten schemeren van je geloof en ook van je plan voor Nederland, wat geworteld is in je christelijke overtuiging, want je gelooft dat het niet alleen goed is voor dat kleine clubje SGP'ers, maar voor heel de samenleving, vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En dat komt zo mooi naar voren, die getuigenispolitiek, op het moment dat hij dan zo'n beeld meeneemt en dat hij dan daarover vertelt. Dat je niet gelijk vervalt in alles wat er op dat moment speelt, op die dag, maar dat je toch even teruggrijpt naar zo'n oud verhaal eigenlijk, die gelijkenis. En dat die ook nog meer waarde heeft voor de politiek nu. Want vervolgens koppelde hij ook allemaal politieke thema's aan. Ja, dat vind ik prachtig. Als je die verbinding kunt leggen, dan is het volgens mij geslaagd. Wat leuk dat je stage bij hem loopt, hè? Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ja. Je ziet hem altijd op tv, vrolijk, vriendelijk, amicaal. Ik dacht van, nou, als ik nou achter de schermen bij hem kom, zie ik dan misschien ook wel eens de echt boze kant. Die eigenlijk helemaal boos terugkomt. Maar die heb ik dus nog steeds niet ontdekt bij hem. Dus ook achter de schermen is het precies dezelfde man als voor de schermen. Ja. Dus dat is iets waar ik ook wel achter ben. Ik denk wel bij hem is, what you see is what you get. Ja. Ja. Laten we even teruggaan naar de jonge Tom de Nooijer. Hij is zo'n jaar of 13, 14, 15. Groeit op in een apolitiek gezin. Er was gewoon niet over politiek gepraat. Niet boeiend. Ja. Totdat ik opeens een folder in mijn hand gedrukt kreeg en lid werd gemaakt eigenlijk per ongeluk van SGP Jongeren. En ik begon te lezen over politiek en over de SGP en wat het inhield en wat die drie mannen in de Tweede Kamer nou eigenlijk uitspookten. En toen begon ik het enorm interessant te vinden. Ik begon nog veel meer te lezen en ik begon al die magazines te verzamelen en op te vragen. En toen ben ik actief geworden. En eigenlijk als jong broekie, als iemand van 15... nog lang niet kennelijk over alle dingen waar ik nu over praat. Maar ik had wel een soort van urgentiegevoel van, nou, dit is belangrijk en ik vind het ook nog interessant en leuk. Nou, en zo is het balletje gaan rollen en ben ik lokaal een commissie gaan oprichten van SGP Jongeren in Elburg en Oldebroek. En dan avonden organiseren opeens. En dan sta je als 15-jarige voorzitter met een veel te korte stropdas voor een zaal met 60, 70 man en wordt die avond fel gedebatteerd over de vluchtelingencrisis die toen speelde. Nou, en zo begon ik me te verdiepen en van het een komt het ander. En uiteindelijk ook de
ben ik zo de gemeenteraad eigenlijk ingerold. Nou ja, je was 17 en toen werd je gekozen tot gemeenteraad. Dus je mocht het eigenlijk niet worden, want dat kan pas als je 18 bent. Ja. Hoe kreeg je dat voor elkaar om jongste raadslid van Nederland te worden? Is dat omdat je zo goed gebekt bent, omdat je fris uit je ogen kijkt, of omdat je een mooie stropdas om hebt altijd? Ik hoop misschien wel de combinatie ergens ook nog bij. Maar wat toen heel erg aan de hand was, ik stond niet om een, we hebben 4 zetels gehaald en ik stond op plek 5. Dus ik heb het gehaald op basis van mijn voorkeursstemmen. Maar ik merkte toen, ik probeerde al wel mijn verhaal klaar te hebben en na te denken over wat speelt er eigenlijk, ook in onze gemeente lokaal, dat waren allemaal onderwerpen. En de media was er eigenlijk al vrij snel in geïnteresseerd. En wat krijg je dan als er 1 krant naar gaat bellen, komt vervolgens ook de volgende krant. En het was eigenlijk best wel een hype in Oldebroek. En na de verkiezingen stond er ook in CU en Tom winnen de verkiezingen, stond er in de lokale krant. Maar omdat er zoveel aandacht voor was, kreeg ik eigenlijk de gelegenheid om ons verhaal te vertellen. Ook aan heel veel jongeren in het bijzonder, die ze misschien wat minder vertegenwoordigd voelden in de politiek. Ja, en dat is gigantisch mooi dat dat zo is aangeslagen. En dat je ook een bepaalde groep erbij hebt kunnen betrekken die misschien eerst helemaal niet zou kiezen voor de SGP of helemaal niet naar de stembus zou komen. SGP is een rechtsconservatieve partij. Als ik SGP tegen mensen zeg, dan zeggen ze ja, vrouwen tellen niet mee. Jij bent jong, je aanstaande echtgenote zit hier. Als je in de Bijbel leest, kom je heel veel vrouwen tegen die een toppositie bekleden. 200 jaar zelfs de richter, hè, toen lieten de mannen het afweten. Toen zei God, nou moeten jullie het land leiden. Ja. Ja, ik lees die voorbeelden over dat vrouwen bidden en profiteren. Dus ik lees die tekst ook. En ik denk ook, en zeker ook als ik de vrouwen zie binnen onze partij, binnen de jongerenbeweging is bijvoorbeeld voor man en vrouw alles gelijk. Elke functie staat voor iedereen open. Dan zie ik ook wat voor talent we in de Kuip hebben. En ik vind het alleen maar mooi om dat in te zetten. Ten meer bijvoorbeeld als het gaat om waar SGP's wel eens op worden aangevallen, waar we een minderheidsstandpunt vertegenwoordigen. Als het bijvoorbeeld gaat over het abortusdebat, over het opkomen voor het ongeboren en eigenlijk onbeschermde leven. Ja, ik heb zelf wel eens een debat ook op Radio 1 gevoerd over abortus, maar ik kreeg al direct terug van, ja, maar je bent een man en dan bepaal jij over de baarmoeder van vrouwen. Terwijl, dat zie ik helemaal niet zo, maar dat argument werd toch aangevoerd. En ik zag als vrouwen dat verhaal vertellen van, joh, ik wil opkomen voor het ongeboren leven, dat het toch veel beter overkomt. Dus ik zie ook allemaal voordelen om vrouwen binnen de politiek, ook juist binnen de SGP, te gebruiken om ons geluid te vertegenwoordigen. Ja, ik denk aan Paula Schot, wethouder van de SGP en ZXC, die het fantastisch doet, om maar een vrouw te noemen. Wat is de kern van jouw geloof? Als je staat in Amsterdam, daar word je herkend en iemand komt naar je toe en zegt, wat houdt dat nou in, dat geloof voor jou? Ik heb God nog nooit gezien, ik weet niet of die bestaat. Dan zeg ik, maar geloof je dan dat er niets is? En geloof je dat het allemaal toeval is en dat je... zoals wij hier nu zitten. Dan zal diegene zeggen, ja, ik denk wel dat er iets is. Ja, maar dat vind ik allemaal een mooi aanknopingspunt. Ja. Want eigenlijk ken ik vrij weinig mensen die zeggen, nou, het is echt allemaal toeval. Het is gewoon oerknal, toeval, al die natuurwetten die precies zo met al die constanten zo in elkaar zitten. Ik kom er maar een paar tegen. Maar de meesten, die zijn eigenlijk zoekende. Die zijn helemaal niet atheïst, die zijn zoekende. Ja, maar... En dat vind ik al een mooi begin om een gesprek aan te gaan over God. En over te zeggen wat ik dan geloof. Want vaak merk ik dat, als ik dan met zo'n seculiere Amsterdammer spreek, dat hij niet weet hoe het zit. En dat ik wel denk te weten hoe het zit. En, is dat arrogant? Nee, ik vind niet dat als we de Bijbel lezen en als we het woord van God aannemen, als we Jezus aannemen, daarmee ook zeggen dat we... Dat God zich openbaart en wat echt wel iets bijzonders is, als we dat aan anderen voorhouden en zij zeggen, ja, maar ik weet het allemaal niet en jij zegt zomaar dat je het weet, vind ik dat niet arrogant. Dat vind ik juist het mooie, om dat ook aan anderen te zeggen, om ze aan het nadenken te brengen en hen misschien ook bij God te kunnen brengen, om te zeggen van, joh, ga nou zoeken, lees die Bijbel eens en laat het ook tot je spreken, geef het die kans. En wil je dat ook mensen bij God brengen? Als dat zou kunnen, het is het mooiste wat er is. Dat gaat nog ver boven mijn... politieke overtuiging en politieke ambities die ik heb. Volgens mij is dit mijn eerste plicht als mens hier op aarde, om 1 God te dienen en goed voor mijn naaste te zijn en ook om de naaste bij God te brengen. Te zeggen dat hij bestaat en dat hij zich openbaart in zijn woord. Het thema van Hour of Power is keer op keer, je bent geliefd. Je bent Gods geliefde kind. Zeg je daar amen op? Amen. Kijk. Ja, want het beeld van God, als we het hebben over die circuliere Amsterdammer, is ja, maar waarom is dan het lijden hier op aarde? En moeilijke vraagstukken die er ook echt zijn.
Maar als ik aan God denk, denk ik niet van, nou, waarom laat hij dit allemaal toe en waarom hebben we zoveel leed hier op aarde? Dan is het eerste wat ik ervaar ook geborgenheid bij hem, als kind van hem. Onder zijn vleugels worden genomen en alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal je rust geven, Psalm 23. Dat beeld van God spreekt voor mij veel sterker. En dat is niet een beeld wat maar voor een paar mensen geldt, maar wat God voor iedereen wil zijn. En dat, daarin geeft volgens mij God iets aan over hoe hij naar mensen kijkt. En dat spreekt voor mij het allersterkst. Dus ja, dat overheerst voor mij. Hey, mooi man. Wat is je droom? Nou, mijn studie afronden. Politicologie? Ja, ik studeer politicologie. Laat ik, daar, ik begin klein met dromen. En als ik heel groot... Maar de droom nou is groot. Ik zei al schapje aan het begin van de uitzending minister-president. Ja. Maar stel je voor dat je tot een hoge ambt geroepen wordt. Dan zou ik daar wel mijn verantwoordelijkheid in willen nemen. En als je nou minister kon worden, van welk ministerie? OCW, denk ik. Onderwijs, cultuur en wetenschap. Omdat er de laatste tijd zoveel aanvallen zijn op het christelijk onderwijs. Wat ik echt belangrijk vind. Dat is echt een van de belangrijkste thema's volgens mij die nu spelen. Ook waar christenen zich in zouden moeten verdiepen. Het venijnige aanval op het christelijk onderwijs. Wat echt de plek is waar ouders een gedeelte van de opvoeding uit handen geven. Om dat binnen de school te laten plaatsvinden. Wat zo belangrijk is dat je dan ook bepaalde waarden en normen, christelijke waarden en normen, kunt overdragen. Nou, nu zie ik dus die aanvallen daarop gebeuren. En ik denk dat ben heel pessimistisch daarover specifiek, dat nog veel verder doorzet. Dat we uiteindelijk misschien helemaal geen christelijke scholen meer overhouden. Heel veel partijen zijn er ook openlijk over. Dat als ik daarvan minister zou mogen worden, om dan toch te zeggen, die ruimte moet er wel zijn. Omdat het onderwijs niet alleen maar kennisoverdracht is, omdat we zeggen dat onderwijs neutraal kan zijn, wat het niet is. De evolutietheorie is niet neutraal, allerlei andere dingen die je zegt is niet neutraal. Er zit een bepaald wereldbeeld achter, dat moeten we erkennen. En christenen willen dat vanuit het christelijk wereldbeeld doen. Nou, ik heb er net al iets van gezegd van wat dat wereldbeeld is. En om die vrijheid te behouden in de toekomst, daar zou ik echt heel veel voor over hebben. En als dat iets van politieke ambitie mag zijn, dan graag. Wat mij betreft woordjes, door de tijd. Kijk. En weet je, het is reden om bezorgd te zijn. Tegelijkertijd maak ik me ook niet bezorgd. Hè. In de komende maand zullen we van het koor een aantal liederen horen van George Friedrich Händel, de Messiah. En daar staat in, een tekst uit Jesaja, de koninkrijken van deze wereld, die we zelf allemaal bouwen, van we denken, jongens, wat zijn we machtig, zullen overgaan in het koninkrijk van God. Dus die tijd komt eraan. Dat vind ik een prachtige tijd. En dat is het mooie vooruitzicht. En juist als christen in de politiek kun je zorgen maken om dat bijzonder onderwijs, wat ik net al zei. Maar we moeten nooit vergeten dat we ook mogen uitkijken naar een tijd waarin alles, waar er geen gebreken meer zullen zijn en het eeuwige koninkrijk zal komen. En we mogen dus ook als christen volgens mij, en dat is ook misschien wel een uitdaging, niet verzanden in dat pessimisme. Misschien pessimisme dat het juist hier op aarde niet is, maar dat mag juist tegelijkertijd een bevestiging zijn dat het wel gaat komen. En als we dat perspectief maar houden, dan komt het goed, toch Jan? Helemaal goed. Nou, dan ben ik totaal met je eens, Tom. Heel fijn dat je hier te gast was. Ik vind het ontzettend leuk dat je er zo gedreven bent. En fijn om jonge mensen in Nederland te zien die ergens voor gaan en voor staan. En je bent iemand met een sterk geloof. Nou, Bobby Schuller, je kijkt ook Out of Power, die heeft een dagboek geschreven. Met allemaal mooie bijbelteksten en dat gerelateerd aan een overdenking. Dus dat geef ik je graag mee. Super. En wij gaan naar Shepherd Grove en daar zal gezongen worden dat je onder zijn vleugels geborgen bent.
Well, we're so glad you're joining us this morning or this evening, wherever you are and whoever you are. Would you stand with us? Hold your hands out like this as a way of receiving from the Holy Spirit. We're going to say this creed together. I am not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you could be seated. Well, I'm so overjoyed to have Daniel Fusco in the house sharing with us. You probably have seen him before. Daniel Fusco is a talented speaker and author who currently serves as the lead pastor of Crossroads Community Church in Vancouver, Washington. Though he was raised as a Catholic in New Jersey, he gave his life to Jesus, and in his last year at Rutgers University, felt called to pastoral ministry. After being ordained, he went on to plant multiple churches in New Jersey and California before rooting himself in Crossroads Community Church. We've also interviewed him here a couple of times. I've been on his podcast. He's a great friend and a great pastor. Would you please welcome with me Daniel Fusco. Well, good morning, everybody. How's everyone doing this morning? Great. Pretty great. So listen, so I am excited to get to share with you today. And before I get going, I want to say hello for my beloved bride, Lynn. And we have three amazing kids. Our oldest, his name is Obadiah. He's 16 years old. And then our middle child, his name is Maranatha. She's 13 years old. So you realize that with having kids named Obadiah and Maranatha, you know, we have a pretty high standard of biblical names. So 8 years ago when my wife said, she's like, hey, we're pregnant. I'm like, great. What are we going to name the child? I'm like, man, with an Obadiah and a Maranatha, we have a, you know, a really high level. I'm like, maybe we can get a Nebuchadnezzar or a Zerubbabel. I lobbied pretty hard for Jehoshaphat, and my wife was like, yeah, no. And so we ended up with a little Annabelle. Oh, everyone says it. They say, oh, Annabelle. Annabelle's crazy, though. She's seven. She sucks her thumb. She's like me, but she's cute, and she doesn't have a beard. But she's got, like, just big personality, so you can pray for us, you know? We always like to joke that we shot all of our good parenting bullets on the first two. And then we were so used to being parents that on the third we're like, oh, she's going to be fine. She's not fine. Pray for us. I love her so much, though. But I want to say hello. My kids always feel really excited when they make it into the sermon. So thank you for that on behalf of my kids. So I want to share with you something today that is so important to all of us because it's something that we all are seeking after. It doesn't matter where somebody is on their faith journey, whether somebody has been walking with Jesus for a long time or whether someone is just exploring life, faith. At some point, everybody wants to be happy. It's a normal part of human existence. I want to be happy. And given how complicated life can be, how challenging things go, at some point somebody always asks a simple question like, well, doesn't God want me to be happy? And what's interesting is we've all asked that question, and oftentimes that question comes up in a number of different places. Sometimes it comes up when everything is just going wrong, right? Like you go to the doctor and all of a sudden you get that lousy diagnosis or, you know, there's troubles at home, there's troubles in the world. Where you think about all the things that we have been going through and are going through kind of as a culture right now. And there's a part of us like, where is God in all this? What is God trying to do in all of this? There's financial pressures. And so we ask that question sometimes because we find ourselves being unhappy, right? Another time we ask that question is when we start searching after things to kind of pacify our need for happiness, right? Where you're like, man, God must want me to be happy, so I definitely deserve that new car, right? Or, man, I definitely need to change careers. Or, you know, God, you know, I should definitely take those extra 4 days on that vacation because God wants me to be happy. And this is normal parts of human life. If some of you are saying, well, the extra 4 days on the vacation is not the normal part of my human life, but I'm going to start doing that. Thanks very much, Fusco. But we start asking this question, doesn't God want me to be happy? And the question is, it's a longing that comes out of the depths of all of our souls.
Because we're looking for a life that is fulfilling. We're looking for a life that is satisfying. Now, as a pastor and as an author, all the time people say to me, well, Fusco, doesn't God want me to be happy? And I want to answer that question because I don't want to leave you hanging. The answer to that question is yes, God wants you to be happy. Psalm 144, verse 15. It's the very last verses of this beautiful psalm where it says, happy are the people who are in such a state. Happy are the people whose God is the Lord. Now, isn't that powerful? Because the state that they're in this state of where God is doing the work that he wants to do, and they're experiencing what God is doing. These people, they're happy, and then it says, happy are the people whose God is the Lord. Now, what that means is that for the follower of Jesus, it doesn't say, happy are the people whose five-year plan worked out. Happy are the people who got that promotion. Happy are the people who hit that growth spurt. They didn't want to be as short as they were. And so they grew 4 inches at their senior year of high school. Now all of a sudden they're happy. No, it says, happy are the people whose God is the Lord. And the Bible is full of statements like this. That there's all these different realities that the person in this place is a happy person. And if you're here today and you're a follower of Jesus, the fact that Jesus is in your life is enough to make you truly happy in a way that all of the searches that we go on can never make us. I like to call it that we have a tendency to get on the hamster wheel of happiness seeking. Because our culture teaches us that happiness is something that comes in a change of circumstance, in a happening. And so we find ourselves constantly seeking after what is the next thing. Am I the only one who's got a PhD in happiness seeking? Right? Like you try the next thing. And what you find is that if you attain to that or if you achieve that, it makes you joyful or happy for a moment, right? And what's amazing is this is as old as humanity. If you go all the way back to the Garden of Eden, when you look at the mistake that Adam and Eve made, ultimately it was that what God has already done is not enough. There's more. You're missing something. That's the way the serpent tempted Eve, right? It's like, oh, no, listen, the reason God doesn't want you to eat the tree of the knowledge of good and evil is he's holding out on you. He's got something better. That will make you truly happy. And what's amazing is there's a verse that I spend a lot of time in my own life as I walk through life with people just like you. What does it mean to be alive and in Christ? What does it mean to live the abundant life? There's a verse that really speaks to this idea that the places we want to look for happiness, you actually won't find it there. And it's Jeremiah chapter 2, 13. Let me put this in context for you, because if you think about the story of the children of Israel, they were in the promised land, and God had promised them that he was going to bring them into the promised land. We hear these stories of the promised land being a place flowing with milk and honey. Now, I'm here to tell you that the promised land wasn't because they had great milk and sweets, even though that is kind of fun, isn't it? Milk and honey means you can get ice cream. Can I get an amen? Amen. So everyone's a little bit happier at the bottom of a pint of good ice cream or gelato or whatever. But here's the deal. What made the promised land was not the milk and honey. It was the fact that God said, my presence will be with you. So they ended up in the promised land, and things went well for a little while. But then the children of Israel made the mistake that we all make, which was they started to try and find their fulfillment in other places other than God. And then you fast forward, and then God starts to speak to a prophet that we know of as the prophet Jeremiah. And Jeremiah was the prophet who was declaring that, hey, things are going to go bad. Because you've left your first love. And so this verse, Jeremiah chapter 2:13, really keys us into the mistake that we can make when we're seeking happiness in the wrong places. It says this. This is the Lord speaking to the prophet Jeremiah. My people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters. And they've hewn for themselves cisterns, broken cisterns, that hold no water. Now, what's really amazing is this is so serious to God that he calls them, they're two evils. It's not like they just made a mistake. It's like, these are two evils. The first evil is that they've forsaken me, the fountain of living water. So
The first mistake is to turn away from God and to turn to something else. Now, I think what's fascinating is God's like, they've forsaken me, and then he calls himself the fountain of living water. Now, you could say that in another way, that he's the source of all that is life-giving. You got to remember, for the children of Israel, it wasn't like the day and age in which we live in today. Even in drought conditions, we live in an abundance of water. Like, you can go to your big box store, you can buy cases of water, you can buy natural spring water, electrolyte-induced water, reverse osmosis water. I don't even know if that's really a thing. I think I heard that somewhere. So we live in a day, and if you go into your house and you turn on your faucet, water comes out. When Jeremiah was writing this, the children of Israel lived in an arid climate, where there wasn't even running water. It's why there's so much wine in the Bible, not because they're all Italian. Just kidding, I'm all Italian, so I can say those type of things. But literally, fermented water was the only thing that was sanitary enough to drink. They didn't have running water. There was a way to purify all these the water. So when God calls himself the fountain of living water, he's saying, I have in myself all that you need for life. So the first evil is that you turn away from me, who is the source of all life. And then notice what it says. The second evil is that, and they've hewn for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Now, a cistern is a water container. So instead of embracing me, they've chosen to make ourselves these water pots. But the problem is these water pots are broken and they really won't hold any water. And right there, God diagnoses what all of us do as we're seeking after happiness. We have a tendency to say, I'm going to leave God, who is the source of all that's life-giving, and I'm going to make myself a little water pot. But the problem is the water pot, it'll hold a little bit of water, but it's got cracks in it. So you'll get a little bit of nourishment, but not true fulfillment. And I think if we look at our lives, all of us have done this. I see it in my own life. I didn't grow up in the church. And I remember growing up, I would have all of these crazy experiences. Now that I know that it was rebellion against God, but I didn't know any better. And these things would be pleasurable for a moment until it left me empty. Right? I was an aspiring musician. And I would go and I'd play an amazing gig. And it was, but then, was I truly fulfilled? There was always the next gig. Not knocking the music, brothers and sisters. Love it. And then I became a Christian, and then I got ushered into legalism and judgmentalism. Doesn't fulfill. You know, and God's had me on a journey. My father, we've talked about this many times, my father. My father tried to make himself a little cistern called his golf game. Anybody ever try and find happiness playing golf? I remember my dad retired. He's like, I'm like, Dad, what do you want to do? All I want to do is play some golf. He's like, I got my handicap. He had his handicap number. And that was what he was doing. And I'm like, how's this golf handicap thing going? He's like, it's exceedingly frustrating. Even when he hit his number, you know how it goes. You hit your number, but then there's always a lower number to get to. See, we have a tendency to try and find happiness in things that might give us a drop of water but won't really fulfill us. And I actually want to unpack for you how to find true happiness. Now, there's a key that you need to learn, and I think this is important, is that Jesus describes happiness as being blessed. Every time you find the word blessed in the Bible, you can translate that as happiness. Oh, how happy. Oh, how fortunate. And even though if you were to go into a big box bookstore and you were to look at all these different books about happiness, you know, people don't realize that the Bible is a book full of ideas about happiness. Like what I read earlier, Psalm 144, 15, and it said, blessed are the people in such a state. Blessed are the people whose God is the Lord. And I, in my translation, said, happy are the people whose God is the Lord. Every time you read the word blessed in the Bible, that is a happy person, a fortunate person. Like things like
blessed is the person whose sins are forgiven. Like, happy are the people who are not carrying around all the baggage of sin and shame. And of course, Jesus spoke a lot about this idea of being blessed, didn't he? Now, I like to tell people all the time, because I didn't grow up going to church or as part of a church, but I knew even before I believed in Jesus that Jesus was one of the greatest teachers who ever lived, right? I would go into a philosophy class in college, they'd be talking about things that Jesus said. You read in the news, people bringing up stuff that Jesus said. Jesus is at the very least the greatest teacher who ever lived. Jesus was a great healer. Jesus was a great prophet, right? So no matter where you are on your spiritual journey, everybody believes these things about Jesus. Now, I believe that Jesus is the Son of God. I believe that Jesus is, he gave up his life so that we might know God. I believe that Jesus is the only person you should give your life to. Jesus himself. I believe he's the Messiah, the Savior of all who would believe. But Jesus, even if you don't believe all those things, if you think Jesus is a great teacher, Jesus' most famous teaching is a teaching called the Sermon on the Mount. And what's amazing is Jesus begins his most famous teacher. So the most famous teacher begins his most famous teaching with these 9 statements of what a happy person is. And there's nothing wiser for a pastor to do than to take the most famous teachings of the most famous teacher, Jesus, the Beatitudes, and unpack them. But I want to read them to you. And every time you see the word blessed, I want you in your mind to put in the word happy. And what you're going to find when we read this is nobody talks about happiness the way that Jesus does. Listen to what he says. This is Matthew chapter 5, picking up in verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. I believe that the Beatitudes unlocks God's plan for our happiness. Now notice things. Blessed are the poor in spirit. Happy are the humble. You can read 1,000 self-help books and nobody says you want to be happy. The entry point for happiness is humility. What that means is that pride is the antithesis of happiness. Every time we're proud, it will make us more and more unhappy. It's amazing, isn't it? It's like I always tell my son, Obadiah, he's 16. I say, buddy, your ego is not your amigo. Because I realize that when we're proud, pride keeps us from experiencing exactly what God wants us to, because it's us at the center, and life doesn't exist with us at the center. I always like to tell people, it's like if you expect the world to revolve around you, it'll be quite disconcerting to realize that it actually doesn't. See, so pride fights against our happiness. You want to hear a crazy plan for happiness? The second beatitude, crazy happy are those who mourn. Can you imagine if you're sitting there and Jesus is like, happy are those who mourn. Excuse me, Jesus? What you talking about, Willis? Like, well, you can't say that. Because most of us think that happiness is the absence of sadness, right? But not Jesus. See, Jesus says that God's plan for happiness includes and incorporates sadness. Why? Because sadness happens when we lose someone we love. I mean, the shortest verse in your Bible is that Jesus wept at the tomb of Lazarus. He loved Lazarus, and people were grieving. Now,
Jesus knew Lazarus was going to die if you read the story in John's gospel. And he knew he was going to raise him from the dead. But Jesus still wept. So I'm here to tell you that part of loving well will involve heartbreak. And so to think that happiness only happens when I'm not sad completely undercuts God's plan for our lives and our happiness. But when you realize part of biblical happiness is sadness, it changes the way we look at everything, doesn't it? Because there are things that go on in the world that will break our hearts because it first breaks the heart of God. And if these things don't break our hearts, we would say, what's wrong with me? When we see the injustices, when we see the issues in the world, it breaks our heart. It causes grief. But I don't want you to divorce your sadness from God's plan for happiness because Jesus doesn't. And in the book, Crazy Happy, I unpack all of these different beatitudes and explore, like, what does it mean if this is really where happiness comes? I want to just tip my hat to it for a second. The last two beatitudes, crazy happy are those who are persecuted for righteousness' sake. Wow. Then Jesus personalized, happy are you when they revile you, when they persecute you, when they say all sorts of things against you falsely for my name's sake. Rejoice and be exceedingly glad. I love when the Bible says crazy things like that. When everyone's talking nasty about you, throwing shade at you, all that stuff, guess what? Be happy. Most of us, we find our happiness in the approval of people. But Jesus in the Beatitudes says, actually, if you get everything right, people will still be upset with you. And Jesus is the ultimate example of that. He always did those things that pleased his Father, but he ended up crucified on a Roman cross. So what I want to tell you is if you get crazy happy in God's way, doesn't mean everyone's going to like you. There will always be people who have a different agenda, want different things than you want to be involved in. And Jesus already tells, hey, that's okay. You don't have to worry about that. Because when it happens, God wants to do something. So I want to bring you just to one more step in this journey. Yes, God wants you to be happy. But don't forget, happiness is not going to be found in the places you think it's going to be found. Because we're going to make cisterns. God wants us to plug into the fountain of living water. The Bible tells us, Jesus uses the word being blessed, the Beatitudes for happiness. Here's what I want to tell you. The blessed person bears fruit. When a person does not turn from God, but embraces the Lord, then that person, that happy person begins to bear fruit in their lives. It says this in John chapter 15, verse 8. By this, my Father is glorified that you bear much fruit, and so you will be my disciples. I love that. God is glorified when you and I bear much fruit. And when we find our happiness in who the Lord is, then God begins to bear fruit in our lives. What kind of fruit? So happy you asked. Galatians chapter 5, verses 22 and 23. Classic, right? What is the fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love, and it's joy, and it's peace, and it's long-suffering, and kindness, and goodness, and faithfulness, and gentleness, and self-control. Now, check this out. I want to give you an example. How many of you love to sit in traffic? Anybody? No. See, but what if when you're in traffic, instead of doing what I like to do, which is try and see if I can change all the lanes to get there a little bit faster, am I the only one who does that? I have it on significant amounts of research that doesn't get you there faster. I've tried, right? Like where you're like changing lanes every time someone opens, oh, get over this lane. You never go faster. You're still in traffic, right? But instead of doing that, what if what we did is we say, God, I'm going to get there when I'm going to get there, and I'm going to be patient. And you use that traffic not as something that agitates you or aggravates you or steals your joy, but you say, this is an opportunity for me to be patient
And in our list of the fruit of the Spirit, there's this word called long-suffering, which is the perfect definition of patience. You have to suffer for a long time. See, what I'm trying to get at is this. If we're always looking for happiness in the next thing, in the next experience, in the next happening, then you're constantly saying, I will be happy when my circumstances change. But what I want to tell you is God's plan for your happiness is not necessarily to change your circumstances, it's to change you in your circumstances. Because when you realize that every moment of our lives, every situation, whether it's happy or sad, good or bad, what you wanted or what you didn't want, when you embrace the Lord, trust Him, and allow Him to do what He wants to do, every moment is an invitation from Him to find your happiness in Jesus and bear fruit. When someone says something you don't like, oh, the fruit of the Spirit's kindness. The fruit of the Spirit's peace. The fruit of the Spirit is love. So we don't return evil for evil, we return good for evil. See, now all of a sudden what you realize is God wants you to be happy, and I believe God is leveraging and grabbing hold of all the circumstances of our lives, and He's saying, will you let me bear the fruit of my Spirit in your heart and life right where you are? And when you do it, the Father will be glorified. And we all agreed and said together, amen and amen. God bless you. Thank you so much. Daniel, thank you so much for your word of encouragement to us today. Would you rise for the benediction? And now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you His peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Daniel Fusco, wat een gepassioneerde spreker. En hij sprak over de blijdschap die je kunt hebben als je de vrede met God vindt. Volgende week een uitdagend gesprek, en daar kijk ik echt naar uit, met opperrabijn Benjamin Jacobs. En we praten over christendom versus jodendom, wat ons verbindt, wat ons misschien scheidt, en ook over het feest van Chanukka, het feest van het licht, en dat wordt binnenkort gevierd. En dan nog even voor de trouwe Hour of Power kijkers. Volgend jaar hopen we, en dat is een droom van velen, naar Amerika te gaan. En heel precies naar Californië en nog preciezer naar Irvine. Daar beginnen we dan met ontmoetingen met het koor, met Bobby en Hannah Schuller, met andere mensen van de kerk. We maken de kerkdienst mee. We gaan rondreizen door Californië. En leuk om zo'n reis mee te maken. Kijk op onze website voor meer informatie. En dan hadden we een paar maanden geleden die fantastische Hour of Power Henry Nouwen-conferentie, de 6e. En de 7e staat alweer op de rol, ook weer in september. En het thema zal zijn de weg naar het hart. En een paar sprekers die aanwezig zullen zijn over de weg naar het hart. Dat is dokter Henriette Verweij, een hele beroemde cardioloog. En Minelle van Berghijk, de directeur van TIER. En zo hopen we als Hour of Power steeds contact te hebben en te houden met onze kijkers. Via de televisie of heel persoonlijk. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.